Ik haat deze moeder. Ik haat deze witte wortels. Ik haat jou. We hebben het geld nodig, meneer Lulah. Andere dingen doen. Bij discotheek, Assa. Dat is lekker werk. Chick is. Vandaag Ladies Night. Alleen Hamid en zijn neef komt hier binnen. Kom maar binnen, Chick is. De film De President gaat over Nederland in het jaar 2015. En er is een hoop gedraai van de politieke partijen. En de monarchie, zo zeggen dat toch? Ja, monarchie wordt afgeschaft. En er komt een president. Maar het volk wil iemand van geen woorden, maar daden. Maar die zijn er niet. Uiteindelijk kom je bij ons terecht. Wij zijn twee illegale aspergestekers die hier in Nederland ons geld willen verdienen. En op dat moment wordt die wereldnieuws. Er is een politieke partij die erop inspeelt. Die zegt, je bent lijsttrekker. En op een gegeven moment word je ook presidentskandidaat. Want hij wordt steeds populairder. I'm ready. It's Chucko. Die decadente woestijnprins die helpt het hele land te vernielingen. En voor je het weet is hij van aspergesteker is hij president geworden. Maar hij is met zijn hoofd er nog steeds niet bij. Hij is nog steeds met de grote liefde die hij ook uit het brandend vuur hebt gered. En daar zit hij met zijn hoofd bij. Vind je toch jullie rust? Ga naar Paleis. Jij bent gestoord. Wat? Ik ben de president. Je spreekt veel Berbers in deze film, zoals je al zei. Als je Nederlands spreekt, en dan spreek je ook met een zwaar Marokkaans accent, wat je in het dagelijks leven eigenlijk niet hebt. Nee. Is dat dan moeilijk? Nou, ik speel daarmee ook in mijn voorstellingen. Dus voor mij is het niet zo heel erg moeilijk, nee. Nee, het zit er eigenlijk wel in gebakken. Ik kan ook zo gewoon de interview iets verder doen, weet je, als jij wil, maar... Ja, ik ook, als ze willen. We kunnen ook gewoon zo praten, maar ik denk dat voor de kijker is leuker als wij gewoon Nederlands praten. Ja, dat wordt dan gewoon, vertaald, hè, dan. Ja, precies, dat wordt dan echt ondertiteld. Maar het zit wel ergens in, maar dat is je acteurschap. Je moet als acteur, vind ik, sowieso meerdere stemmen kunnen hebben in plaats van alleen je basisstem. Ja, dit is mijn nieuwe vriendin, Urinia. Noorelia. Ja, nu Morelia. Noorelia. Ja, dat zeg ik eens binnen, Morelia. Topacteur dit hoor, hou hem in de gaten. Nee. Ah, kom op, je bent goed. Mooi. This guy. You're good. You're good. You're good. Nou, even wat imitaties. You should do. You do.